Van Terneuzen. Hier liggen verschillende soorten schepen. Een zeilboot. Een jacht. En een reddingsboot. Ieder schip heeft zijn eigen naam. Zoals je hier kan zien, de Pelikaan. Hier ligt een ander schip. Dat heet de Marley. Vandaag zijn we te gast op het schip de Eimond. Dat is een oud directieschip. Komen jullie mee? Wij zijn nu op de Eimond. De Eimond werd vroeger gebruikt om de directeuren van Rijkswaterstaat mee te vervoeren. Rijkswaterstaat houdt in Nederland het toezicht op het water. Nu wordt de boot gebruikt om op te wonen. Ondanks dat het schip nu dient als woonboot, kan je er nog steeds mee varen. Je kan de boot op 3 verschillende manieren besturen. Het kan op de eerste manier met het ouderwetse stuur, zoals je dat vaak op oudere schepen ziet. Daarnaast hebben ze tegenwoordig ook nog hele kleine joystickjes waarmee je het schip van links naar rechts kan sturen. En als laatste kan het schip ook nog zelf varen op het kompas. Dan vaart het naar een bepaald punt wat je dan instelt met dit apparaatje. Maar hoe werkt dat nou? Hier zie je een hendel waarmee je het gas kan regelen. Deze kant op is achteruit en de andere kant op. Dan ga je vooruit. Behalve het schip besturen, kan je in de stuurnet ook de rest van het schip bedienen. Met dit paneel kan je bijvoorbeeld de verlichting bedienen. En hiermee, met dit apparaatje, kan je zien hoe diep het schip ligt. Daarnaast heb je hier een hele mooie radar waarin je kan zien of er nog andere schepen bij jou in de buurt zijn. En met deze telefoon kan je bellen met sluizen of met andere schepen. Om een boot te besturen heb je een vaarbewijs nodig. Voor een klein bootje moet je alleen maar een toets afleggen. Maar voor een grote boot als deze moet je al snel lessen nemen. Als je deze lessen goed aflegt,
en je hebt je examen goed gemaakt, mag je ook met deze boot op het water. Heeft tegenwoordig een motor. Vroeger hadden voertuigen nog geen motors, maar werden ze voortgetrokken door paarden. Tegenwoordig worden die krachten van paarden uitgedrukt in pk's. Deze auto levert 165 pk. Dat staat gelijk aan 165 paarden voor je auto. Dit is de motor van het schip. Waar een gewone auto genoeg heeft aan een motorkap, heb je bij een schip een heuse machinekamer. Daarin zie je de verschillende motoren van het schip. Dit is de motor die de kracht levert. Die levert 425 pk. Dat betekent dus paardenkrachten. Dat betekent 425 paarden die het schip voorttrekken. Aan deze kant is de hulpmotor te zien. Hiermee kan een brand geblust worden op het schip of kan het schip leeggepompt worden. Deze kamer is zelfs zo groot dat het een heuse werkbank in past. Met deze werkbank kan je sleutelen aan de motor. Op deze meter kan je zien hoeveel brandstof er nog in de tank van het schip zit. Omdat deze motor heel veel brandstof gebruikt, moet er ook hele grote tanks zijn om de brandstof in op te slaan. Zoals je kan zien, heeft deze tank een inhoud van ongeveer 4300 liter. In vergelijking met een auto is dat heel veel, want een auto heeft ongeveer 60. Als je op zee vaart, heb je natuurlijk geen stopcontacten of snoeren waarmee je stroom krijgt. Daarom heeft het schip deze machine. Dat heet een aggregaat en die zorgt voor alle stroom op het schip, zoals boven in de stuurhut. We gaan nu weer naar boven. Hé, hey, prinsesje, wat kijk je zit? Ik verveel me. Ik wil iets doen. Ik wil naar buiten. Ja, maar je bent wel een prinsesje, hè? Ik ben dan wel een prinsesje, maar ik wil ook topmodel worden of actrice. Ik wil een doel in mijn leven. Nee, het doel van jouw leven is om later met een prins te trouwen. Prins Willem Alexander zeker. Doodsaai. Allemaal naar die saaie feestjes. Nee, dat is niet voor mij. Ik wil de wereld ontdekken. Ik wil avontuur. Ja, maar avontuur is toch helemaal niks voor jou? Oh, zeker wel. Moet jij eens opletten. Stomme voice-over. Ik ga voor dieren zorgen. Nee, dieren is niks voor mij. Ik ga voor mensen zorgen en de wereld ontdekken. Ja. Oh, ik krijg een idee. Ik word kok. Ik ga voor mensen koken. Nee, op een schip. Ik zou het niet doen. Ik ga
Rens, ik ga soep koken. Ik ga taarten bakken. Dit is het! Nee! Dat was niet zo'n succes, hè? Oh, jawel hoor. Ik ga zeker door als kok. Alleen dan niet op zo'n stomme boot. En ik wil een plek waar iedereen naar me luistert. Ik ga zelfs niet snijden. Weet je wie er voor mij gaat snijden? Nou, wie dan, prinsesje? Jij bent mijn snijslaaf! Ja, is goed hoor, prinsesje. Ja. Dag, prinsesje. Dag, stop van jou mee! Iedere boot heeft voorwerpen die moeten zorgen dat de passagiers veilig zijn. In de machinekamer hebben we net gezien dat er motoren zijn die zorgen dat het water uit de boot gepompt kan worden. Maar ook hier op het dek heb je voorwerpen die zorgen dat de passagiers, als het schip zinkt, toch nog veilig aan de kant kunnen komen. Hier heb je een reddingsboei. Die reddingsboei die gooi je naar iemand toe als die te water raakt. Zo kan die persoon lekker blijven drijven. En in deze doos zit een opblaasboot die zichzelf opblaast als de passagiers te water raken of als het schip zinkt. De hoeveelheid materiaal die er is voor de passagiers om veilig te zijn hangt heel erg af van hoe groot de boot is. Op een hele grote boot zoals de Titanic had je veel meer van deze opblaasboten dan op een boot als deze. Om op open zee je boot vast te maken heb je ankers nodig. Dit apparaat zorgt ervoor dat de kettingen waaraan de ankers vastzitten, hier, dat die naar beneden kunnen worden gelaten, zodat de ankers op de bodem van de zee de boot vast kunnen zetten. Zoals je ziet, komt hier het anker uit. Maar als je niet op open zee bent en je ligt gewoon aan wal, dan kan je makkelijk je trossen gebruiken om je boot vast te leggen langs de kant. Ja man! Wat? Check de boot! Oh, kijk die boot! Hey, zullen we weer? Zullen we weer? Ja, vorige keer. Ja. En nu? Wacht, ik heb geleerd hoe we moeten varen. Ja, ik weet het. We moeten eerst naar de machinekamer om te kijken of de motor wel draait. Oké. En waar is de machinekamer? Onder in de boot. Ga jij even kijken. En dan moet je ook kijken of er genoeg brandstof in zit. Want we moeten ook genoeg brandstof hebben. En kijken of er genoeg pk's in de motor zitten. Of die wel genoeg pk is. Want we moeten genoeg kracht hebben om te varen. Ja, en als je dat gedaan hebt, gaan we naar de stuurhut. Daar kunnen we sturen. Kan met een kompas, hè, of een joystick. Of met het stuur. Kom, we doen met het kompas. Dan tik jij gewoon een plaats in. En dan gaan we daar gewoon naartoe varen. Ja, doe maar even. Hier? Ja, daar gaan we. Waarom gaan we het nog niet? Oh, wacht. We moeten het anker ophalen nog. En de trossen los. Ja, waar? Ja, doe dit anker, dan kunnen we gaan. Waar is, zit dat hier? Moet dat? Och. Ik ben toch niet duidelijk. Ja, je bent echt dom, hè? Kom alsjeblieft, ik ga weg, hoor.